proeven nu een rode wijn uit Bourgogne. Een van de meest bekende wijnstreken in Frankrijk. De naam Côte d'Or zal waarschijnlijk in België doen rinkelen van grandeur, van grootsheid. Dus de grote wijnen van Bourgogne zijn uit Midden-Frankrijk. Nu zitten we in het zuiden van de Bourgogne-streek, meer bepaald in Rully. Dus Rully is de naam van de wijnstreek, van de wijnregio die binnen Bourgogne ligt. Meer bepaald in het zuiden van Bourgogne. De naam van het domein is Domaine du Four-Basseau. Is de naam van het domein. En hier hebben we ook een extra vermelding op het etiket. Anvaro. Anvaro is de naam van een wijngaard. Dus we hebben hier het Domaine Four-Basseau. De appellatie of de wijn noemt Rully. En de wijngaard waar deze wijn van afkomstig is, is Anvaro. Dus hier hebben we iets typisch voor Bourgogne. Waar de wijn niet alleen met zijn afkomst geregistreerd wordt op het etiket, maar ook van de specifieke wijngaard. Dit is uiteraard alleen bij de betere domeinen, bij de betere wijnen, dat die specifieke wijngaard vermeld wordt. Maar verder, wat de druiven betreft, zijn allemaal, alle rode wijnen van Bourgogne, zijn allemaal gemaakt van de Pinot Noir druif. Zoals ook deze. De Rully Varro is gemaakt uit, van Pinot Noir druif, die heel korte rijping heeft gehad op vat. Wat doet het vat met een wijn? Een vat is gemaakt van hout. Een hout van 225 liter, of 220 liter specifiek in Bourgogne. Dus de wijn verblijft daar ongeveer 12 maanden op. En gedurende die 12 maanden gaat die wijn dus ook een beetje de smaak van het hout opnemen, enerzijds. Maar ook gaat er een zekere uitwisseling met de lucht, minimale uitwisseling met de lucht, plaatsvinden, waardoor de wijn zachter wordt. Dus de tannines die in de wijn zitten, worden verzacht door het hout. Daarboven gaat het hout ook extra smaakdimensie geven aan de wijn. Dus de wijn gaat iets complexer worden. Dus Bourgogne is meestal een wijn die je kan inzetten bij gerechten die iets meer complex zijn. Ook specifiek voor de kleur van een Bourgogne over het algemeen, en zeker ook voor deze wijn, is de kleur. Pinot Noir is nooit een druif die intense, donkere, diepe rode wijnen geeft. Het is een druif met een dunne schil en de schil draagt de kleurstoffen in de wijn. Dus een wijn met een druif met een dunne schil gaat altijd minder donkere wijnen geven. Dat is niets beter of slechter dan een donkere wijn. Dat heeft gewoon te maken met het eigenheid van de druif. We gaan eens proeven. Dus de lichte kleur verraadt ook meestal wel de elegantie van de wijn. Meestal is het zo dat een donkere wijn een stevige wijn geeft. Hier hebben we meer een lichte kleur, dus ook een elegantere wijn. Hier krijgen we volledig aroma's van dat rood fruit. We zitten met rode druiven, rood fruit. We proeven, we ruiken tenminste een beetje framboos, een beetje aalbes, een klein beetje aardbei, heel fris rood fruit. Een klein beetje kruiden ook, verse tuinkruiden, die de wijn zeer complex maken is in de geur. We proeven ook een klein beetje, of we ruiken ook een klein beetje alle, de toets van vanille die je terugvindt in de neus, die terugkomt van het hout dat gebruikt wordt. Hier proeven we dadelijk de tannine en ook de zuren. Bourgogne is bekend voor zijn tannine. Tannine is looizuur, is een stof die ervoor zorgt dat de wijn kan bewaren. Dat is heel belangrijk, het is ook een zuur, maar het zorgt voor de bewaring van de wijn. Maar het geeft ook smaak. Het geeft vaak die iets uitdrogende, om het een beetje pejoratief te zeggen, maar iets drogende smaak in de mond. Maar die zorgt wel voor het bewaarpotentieel van de wijn. Typisch voor Pinot Noir is ook de aciditeit. We zijn tenslotte in een nog altijd noordelijk wijngebied, hè, waar het niet zo warm is als in het zuiden van Frankrijk of als in Noord-Afrika of whatever. Het is een heel koelere wijnstreek, waar dus de combinatie van rijp fruit, maar toch goede zuren typisch is. Dat zorgt ervoor dat die wijn heel lekker is. Aan de limiet kan hij ook gedronken worden bij vis. Als je een beetje koelt, kan hij bij visgerechten worden gedronken. Maar het meest bekende is bij rood vlees, de befaamde bœuf bourguignon, een stoofpotje met rundvlees, de klassieke entrecote of rood vlees, kan erbij. Maar zeker altijd klaargemaakt zonder te veel
room of zonder te veel extra ingrediënten. Heel fijne, elegante smaak bij heel fijn vlees.